ADO nog zonder zegen dit seizoen. Sterker nog, zelfs zonder doelpunt. Begint niet heel best aan de wedstrijd tegen Den Bosch met Kotzebue die de kans krijgt. Geblunder achterin bij ADO, maar dat blijft zonder gevolgen. Van der Kerkhoff, de scheidsrechter, vindt dit geen penalty. Kotzebue had natuurlijk gewoon moeten scoren. Dat had geblunder achterin bij ADO. Den Bosch staat op 3 punten uit 2 wedstrijden. ADO dus op slechts 1. Met Surmeli voor het eerst in de basis. Hetzelfde geldt voor Van Michem. Dan wordt de vrije trap snel genomen en dan laat Den Bosch zich wel bij verrassen. Daar is Henk Veerman. Komt daar dan zijn eerste doelpunt voor ADO? Nee, want hij wipt hem net over. Vorig seizoen won ADO geen van de 2 ontmoetingen met Den Bosch. De eerste helft waarin hij niet echt makkelijk loskomt. Dit zou een kans kunnen zijn als Zelalem, vorige week nog aanvoerder, bij afwezigheid van onder andere Van den Bogert, de aanval opzet. Bal goed ingedraaid en daar moet hij zijn. Wendges zit er nog net aan op de kopbal van Kostors. Winnende gemaakt tegen Os in de eerste speelronde van dit seizoen. Hier had hij natuurlijk Den Bosch op 1-0 moeten zetten. Het is niet geweldig, maar Den Bosch wel de iets makkelijker voetballende ploeg in de eerste helft. Veerman, balletje terug, niet helemaal zo bedacht, maar komt toch aan bij Surmeli. Absalem, het is een heerlijke aanval en Van Michem krijgt dan de kans. Beste aanval van ADO in de eerste helft. Van Michem net als Veerman overgekomen van Volendam. Kotzebue. Prima meegegeven aan Stan Maas. Het lijkt kansloos, maar krijgt die bal ook bijna een keer de ritbal op de paal beland. En de rebound wordt dan nog net weggehaald. Merkwaardige poging. Tomas Kaczmarek, de trainer van Den Bosch, ziet dat zijn ploeg wel dreiging heeft. Die bal kan er eigenlijk helemaal niet in, maar gaat er toch bijna in. Zelalem. Kotzebue. Zoeken weer naar de spits. Die kan er niet bij. En daarachter is dan nog wel de kans. Vanuit een net iets te lastige hoek voor Nick de Groot. Selouki. Verder in wie Kalasic echt wel toekomst ziet. Potentieel een hele belangrijke speler voor ADO Den Haag. Dan was het schot van afstand niet heel gevaarlijk. De poging van Tje. Ook voor het eerst in de basis bij ADO Den Haag. Net als Surmeli en Van Michem. Het is natuurlijk nog veel wennen met nieuwe spelers die later instromen. Niet allemaal even beschikbaar zijn zoals Surmeli. Die de eerste 2 wedstrijden van dit seizoen nog geschorst was. Vicario, mooie beweging. Den Bosch is wel positief uit de kleedkamer gekomen. En dit is gewoon een hele goede aanval. En het schot van Kotzebue moet dan toch wel wat meer power en wat meer dreiging hebben. Goed teruggelegd door Ikeshita. Van den Bogert speelt in. Dat is niet best. Onderschept door Surmeli. Veerman. Daar is Van Michem lekker gehaald. En het doelpunt voor Selouki. De fout achterin bij Den Bosch afgestraft. En ADO toch wel wat tegen de verhouding in op voorsprong. Van Michem lekker die uithaal. Roggeveen heeft de bal. Maar ja, die valt dan precies voor de voeten van Selouki. En het is 0-1. Veerman, kopballetje. Maar niet al te veel gevaar. Wel zorgen dus voor Kaczmarek. Op het moment dat Den Bosch eigenlijk best wel redelijk aan het voetballen is, is daar dan de achterstand. Tijd dus ook om te wisselen. Dit is een aardige actie. Penalty geclaimd, maar natuurlijk niet gegeven. Het is keurig verdedigd door Waam. Zet Mulders van de bal, speelt de bal. Daar hoeft Kalasic zich geen zorgen over te maken. Waam doet dat netjes. Voet voor de bal. De penalty die werd geclaimd, die is het natuurlijk niet. Dat is Ikeshita, krijgt hem niet langs Waam. Komt nu toch wel weer wat meer druk van Den Bosch. Lijkt zich over de teleurstelling van de 0-1 wat hebben heen gezet.
Voorzitter strak. Oh, mooi doelpunt zeg. Prachtig gespeeld. En dan is het doelpunt nota bene van de invaller. Ilias Boumassaoudi. Voorzet van Mulders. Overstapje slim. En het afronden vol overtuiging. En daar komt ADO weer. Tweede helft in ieder geval een stuk leuker dan de eerste. Van Michum. Nou, hoek wordt lastig. Te lastig voor Veerman. Dan maar voorgeven. Het wippertje. Terugleggen. Oh, dat is de arm. Maar het mag door. En dan is het. Ja, Van Michum. Daryl Van Michum bij zijn ADO-debuut. Meteen maar de winnende. Komnenjenovic legt hem terug. En bij toeval komt die bal voor de voeten van Van Michum. Maar in de afronding zit geen toeval. Die is vol overtuiging. En daarmee bezorgt die ADO de eerste overwinning van het seizoen. Ik ga u bedanken voor de komst hier vanavond naar het stadion 24 de Bosch.